De A58. Nee, nee, dan niet, nee. Ah. Zo, die zit vast. Ah, kom maar, kom maar. Ah. Zo. Hel. Dat is de meme. Mattie en Wietse, een week lang geboeid. 5 jaar bij elkaar, jongens. Ja. En dat had niemand bedacht. Want jullie verschillen zo van elkaar. En Mattie, je bent het vrouwtje. Nee, het zacht, aardige. Je hebt stinkvoeten. Nou, wat alle vrouwen hebben. Je bent een beetje zeikerig als de telefoonlijn weer niet goed is. Dan kun je knippig worden. Je eet nog bij je moeder 3 keer in de week. Ja, dat klopt ook. 12 jaar hou je het vol met een vriendin. Dan gaat het mis. Ook vervelend. Dan moet je ook niet in de Phoenixwijk gaan wonen. Hendrik Johan, wacht, weet je zelf ook donders goed. Maar goed, je bent er weer. Niet de grovige 7. Toch een gezin van 7 kinderen. Je vader 8 zelfs. 8. Is er een eentje bijgekomen nog? Nee. Nou, 5 dagen gaan we elkaar optrekken door geboeid door het leven te gaan. Hoe ver gaan jullie slapen? Wij slapen hier bij Q Music. Er is een prachtig huis voor ons ingericht. Ja, met een pleintje ervoor. Hebben jullie er zin in? Nou, ik vind het nu vooral wel heel spannend. Want ik moet echt serieus al een beetje naar de wc. Okay. Pak de betonschaar, gaan beginnen. Ik ga mijn pols ingeven, Paul. Mattie. Het is mijn linkerarm. Wiet, sorry. Mattie, ben je bereid? 5 dagen met die geweldige Wiet, die man die alles kan. Die geweldige radiomaker. Die elke avond eerst op zijn knietjes gaat bidden voordat hij gaat slapen. Waar je naast moet gaan zitten. Ben je bereid om 5 dagen met Wiet geboeid door het leven te gaan? Voor Q Music, omdat je 5 jaar bestaat. Wat is daarop je antwoord? Ja. Oké, ik had eerst jou moeten vragen. Wiet, David Heid, jij, grote man. Kind, een goede relatie, gelovig, staafvast, rots in de branding. Om deze labiele. Nee, dat bedoel ik niet zo. Deze geweldige man die 5 dagen door het geboeid door het leven te gaan. Ja. Ben je bereid? Ja. Ik nu, want ik heb jou al gedaan. Ik zou iets voorzichtiger doen. En dan gaat het een beetje zachtjes. Je hebt hele dunne polsjes. Ja, alles wat we moeten. Gaat hij nu. Ben je er klaar voor? Ja. Dan is hij nu dicht. Oh. Dan heb ik de sleutel. Ja. Ik ben blij dat het met in de mond van Paul de Leeuw. Oh, het radio. Ik heb zo'n bal. Ik kan zelf zo'n plastic balletje op. Ik geef een Anna. Anna, ja. Sorry. Oh, ik wilde zij bijna heeft. Wanneer gaat het los? Ik neem aan vrijdag om 9:30. Ja, vrijdagochtend om 8:30. Dan is ons eigenlijk een soort van bevrijdingsfestival. Oké. Okay. Release party. Is onze release veel party. Veel artiesten hoor ik. Ja. Het is 8:50. Jullie gaan tot vrijdag 8:30 gaan jullie geboeid door het leven. Ik wens jullie heel veel succes. En namens alle luisteraars bedankt voor de geweldige 5. Blijf staan. Oh, sorry. Ik wil het toespreken. Oh, excuus. Zo heel raar als de koning zou toespreken dat iemand gewoon wegloopt. Sorry. Nou, ik wens je heel veel succes, jongens. 5 geweldige dagen. Dank je wel, Paul. Namens alle luisteraars, bedankt. Applaus! Oké. Okay. Oi, oi, oi. Jeetje. Ja, dit zijn echt die eerste. Luisteraars thuis hebben nu al problemen. Eerste seconde. Achter een, dit is echt zo triest. We zijn een week lang geboeid. Wil je niks missen? Klik dan hier om je te abonneren. En klik hier om een andere video te bekijken. Niet doen. Niet doen. Eventjes. Nee, niet doen. Nee, jongen. Niet doen.